kleuren. Hé, SpongeBob, wat zie jij er sprankelend uit vandaag? Dat spreekt vanzelf, want ik ben SpongeBob, keizer van de zee. Oh. Nee, mijn ijsje. Oh, waarom is de wereld zo vol met pijn? Vrees niet, mijn beste vriend. Jij krijgt meer ijs dan je ooit kunt eten. Nee, je maakt het alleen maar erger. Ah, beste dag van mijn leven. Nee, ergste dag van mijn rug. Zie je wel. Dat fix ik even. Hey. Hoera. Boe. Ik weet wel iets om jullie allebei blij te maken. Dat weet je niet. Waarom heb je dat nog steeds niet door? Een ijzer schijzer! IJzerpijn! Het is veel te veel! Ik ben nog nooit zo teleurgesteld geweest in mezelf! Oeh, ik ben Donald. Oh, wat een griezelige, romige heerlijkheid! Red ons, SpongeBob! Red ons! Nee, wacht! Oké, nu mag je ons redden! Stop, ijsstroom! Stop! Ik heb het alleen maar erger gemaakt! Patrick, dit is allemaal mijn schuld! Oh, SpongeBob, dat zou ik niet willen zeggen. Ah, onze baby! Ik zou jullie nooit meer maken! Pak mijn geld af! Oké, SpongeBob, je hebt wel alles verziekt. Geen spons kan zoveel macht aan. Dat zeiden we toch? Dat helpt niet. Maar misschien kan ik wel helpen. Ik geloof dat ik iets heb wat van jou is. Mijn spatel! Maar wat is dit dan? Dat is mijn drietand. Nou, hier is je drietand, want ik hoef hem niet meer. Wow, stop! Ik deed niks! Na een lange tijd zonder zijn echte meester is de drietand wild geworden. Wat een etter. Sorry, het spijt me. Hij zit vast. Stop dat ding! Jij bent een ontzettend stoute drietand. Oh, ik kan niet boos op je blijven. Zo, nu eens kijken of we dit kunnen fixen. Het is lastiger lopen, maar het is het waard. Ah, een perfect eind van de perfecte dag. Want we vallen precies voor het perfecte roomijs. Wat een hoop ze maken. Welk merk zullen we kopen? Heukendup? Nee, dat is te chiekerig. Steentjes weg! Met echte steentjes. Steentjes weg. Niet als onze vriendschap die een gladde boulevard is waar nooit hobbeltjes in zitten. Sinds wanneer is eten zo lekker? Wat schitterend. Een hele goede ijsjesdag, meneer. Ja. Het is een goede dag voor ijsjes. En welke gaat het worden? Ik wil uw allerbeste ijs voor mijn allerbeste maat, SpongeBob. Uitstekende keus, meneer. Eenmaal hemelsparadijs. Komt eraan. SpongeBob vindt het vast niet erg als ik een klein hapje neem. Deze bon is niet meer geldig. Hij is 2 jaar geleden verlopen, sorry. Die nemen we niet aan. Geen ijsje voor SpongeBob?
Nee! Ik eis dat u mij gratis kortens beladen heeft! Hoedaanval in het middenpad! Neem mijn bonnen! Jij arm, miserabel wezen. Ik ben miserabel. Jij nare, waardeloze zonze. Hé, vind jij niet dat je een beetje te ver gaat? Ik vind van niet. Moet je hem zien. Ja, ik zeg niks. Ga zo door en doe nog een schepje bovenop. Luister, maatje. Er is één persoon die die bon van jou wel aanneemt. De eigenaar van deze winkel. De ijsjeskoning zelf. De ijsjeskoning? Oh ja, hij woont daarboven in dat kasteel. Wow. Wil je een koontje? Ja, wil je dat doen? Oh god! Hallo? Ben jij de grote verdelger? Nee, ik ben de grote vergelder niet. Ik ben hier om mijn bon voor een gratis ijsje in te leveren. Het is voor mijn beste vriend, maar hij is verlopen. Ze zijn allemaal verlopen omdat ik niet weet in welk jaar we zitten. Ik weet helemaal nergens wat vanaf. Ben jij slim of dom? Appels? Geniaal! Deze is misschien nog wel geldig als ik naar de kleine lettertjes kijk. Ik heb mijn leesogen niet bij me. Probeer deze maar eens. Jouw butterscotchstijl is strak, minder vet. Maar je gaat niet winnen van mijn brownie-stukjes. Jij zal willen dat je horentje een bakje was als ik slagroom van je maak. Ze zeiden dat je bollen had, maar jij ijs is soft. Jij hebt duidelijk de oude kunst van falen gestudeerd. Neem nu mijn bollen aan. Denk na, regenboog-hagelslag. Jij hebt talent en jij bent heldhaftig. Ik neem je kortingsbon aan. Een gratis horentje voor jou. Oh, hallo Patrick, hoe gaat-ie? Ik wilde je dus dit ijsje geven, maar het is gesmolten. In plaats daarvan krijg je deze stevige handdruk. Ik ben dol op een stevige handdruk, maar niet zo dol als ik ben op ijsjes. Doe je gezellig mee? Weer een bestelling? Oké. Okay. Daar gaat die spatel. We gaan samen de krabburger grillen met veel liefde en veel... Huh? Palingvel milkshake? Nou, die hebben we een tijdje niet gemaakt. Milkshake! De palingvel milkshake! Wacht! Ik vergeet nog iets. Het kerstje bovenop. Kijk aan, meneer. De perfecte palingvel milkshake. Geniet! Zo mag er wezen. Hij is bevroren. Palingdrek. Ja, hoe moet ik dit nou drinken? Wat een ranzige milkshake, zeg. Hey, heb je eigenlijk wel een milkshakevergunning? Milkshakevergunning? Natuurlijk heb ik die, mallet. En die is gewoon geldig tot 7 jaar geleden. Dus jouw milkshakevergunning is al 7 jaar verlopen? Het is schandalig. Ik wil nu mijn geld terug. Nee, zeg geen dingen waar je later spijt van kan krijgen. Weet je wat? Kom morgen maar terug. Dan maakt SpongeBob een bliksemse milkshake voor je. Oké, tot morgen. Oh.
mijn hemel krap. Ik breng jou terug naar school. 1, 2, 3, 4. Hier is het dan. De Milkshake Academie. Weet je, Knul? De milkshake-technologie is sterk verbeterd sinds jij hier afstudeerde. Ik ga mijn uiterste best doen. Wat meer toeters en bellen dan ik gewend ben. Maar hier kan ik wel mee werken, hoor. Oh, nee. Fantastisch. Lekker romig shakeje. Squarepants hier lijkt wat meer moeite te hebben, alweer. Fout. En weet jij waarom? Ja, kapitein! Kapitein, hij schakelt de mixfunctie niet op correcte wijze in. Kapitein, iedere kadet moet weten dat de mixfunctie zich op het onderste deel van de machines bevinden. Kapitein? Verdomme! Hoor ik toch te weten. Meneer Krabs zei het al, de milkshake technieken zijn behoorlijk veranderd. Dat gaat goed. Maar hoe smaakt die nou? We moeten wellicht terug naar de basis. Luister goed, kadet Squarepants. Als je een shake wilt maken, moet je weten hoe het voelt om een shake te zijn. Kijk eens, de shake simulator. Hup erin. Nu, mars. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hop. Om het meteen helder te maken, starten we in het standje rammen. Oh, maar kapitein, dat heeft nog nooit iemand overleefd. Stil jij, hij moet het leren, kadet. Zo, benieuwd hoe meneer eruit klimt. Dit is leuk, mag ik nog een keer? Hé, hey, Milkshake, hij komt eraan. Zo, je bent een toppertje, SpongeBob. Ik heb nog nooit zo'n goede milkshake gehad. Oh ja, hebben jullie het gezien? Ik ging dwars door een stenen muur. Ik ben zo hard als een spijker. Kom op, wereld. Kom maar op. Oh, perfect. Grote, stoere gast. Ben je gek geworden, Octo? Let goed, hoor. Heb jij een lekker ijsje, Thijsje? Ik heet geen Thijsje. Oh, dat weet ik wel. Jij heet Hey. Hoe heet jij? Hey! Zei ik toch? Hier, ik ga verleven. Grappig, ik voel er niks van. Octo, ik zou daar maar niet aan likken. Ik zie bacteriën. Bacteriën doen mij niks. Mij overkomt niets. Smaak voorgeproefd die we hebben. Kies er nou alsjeblieft eentje uit. Niet zo snel. Ik wil eerst nog graag een aantal combinaties van smaken voorproeven. En dat wil ik graag doen met mijn lepel. Beveiliging, we hebben een voorproefveelvraag bij de balie. Oh. Wauw, niet te geloven dat Pel de Pinda personeel onder werktijd zoveel ijs mogen eten als ze willen. Ja, maar denk eraan dat het alleen mag in de eerste pauze. En met de lunch. Maar in de tweede pauze. En het avondeten. Wauw, de hele dag lang ijsjes.
De hele dag ijsjes. De hele dag ijsjes? Ah! Ik denk dat ik een baantje neem bij Pelde Pinda. Oké, Knul. Relax, kalm blijven en probeer lol te maken. Appeltje, eitje, banaan in het bakkie. Het is zwaar werk. Hallo, luidjes. Ik ben Jolige Job. Ik ben maar op. Mooi werk, Piepeltje. Nu is het tijd voor je eerste pauze. Pauze? Mag ik nu ijsjes eten? Zoveel als je maar aan kan. Bedankt voor de hulp, vriendje. En nu tijd om aan te vallen. Ik wil wel. Maar ik ben al bijna te laat op mijn werk. Weet je zeker dat je al dat ijs wel alleen op kan? Niks gevraagd. Smakelijk, medewerknemer. Oh, ik heb nog maar 2 minuten pauze. Nog 2 minuten voor ijs. Brain freeze! Jaar later. Oh. Nou, dat ging best lekker, toch? Hm? Oh, je bent ontslagen! Dat geeft niet. Ik heb toch een koemelkallergie. Vreten, knuffels en ijsjes! Meneer Squarepants, ik vaar u wel naar uw werk. Waarom loopt u? Oh, ja. Nou, ik wilde je niet wakker maken. Je sliep als een baby. Baby buggy. Baby buggy. Hey, SpongeBob, gaan we een stukje varen? Oh, dat is goed, Patrick. Stap in. Yeah. Oh, man. Knopjes. Patrick, blijf je wel van. Ik denk niet dat ik... Patrick, doe dat maar niet. Nee, niet met je kont. Patrick, dat vindt Poepé vast niet leuk. Passagier, kalm aan. Hé, hey, een ijsje. Waar is het horentje? Oh, geen paniek. Die ligt hier vast ergens. Nee. Oké, zo is het al genoeg. Bedankt voor de leer. Zo, we zijn er. We zijn er? Waar? Oh, waar ik werk. De krokante krab. Wat? Daar kan ik me niet vertonen. Ik ben een klassekar. Die tent is zo ordinair. Koepé, laat me eruit. Je komt te laat. Wow, ik moet naar mijn werk. Jij hebt dus duidelijk geen smaak. Daarom doen wij vandaag eens lekker wat ik wil. Maar ik moet naar mijn werk. Nee. Achter je. Nee. 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 N
een snackbar in, ja? Dat klopt. We gaan via de drive-in. Huh? Zit er wel een hamburger met 5 bolletjes extra? Op nou! Je ziet me vechten met deze bal, maar je doet net alsof je niks doet! Ik doe niet alsof. Ik vind het echt vreselijk, 3 dubbele krabburger met 5 bolletjes ijs! Maar ik heb geen enkele keus! Nee, stop! Dat is niet leuk! Hey, Spongebob! Oh nee, niet weer die barbaar! Ik dacht al dat ik ijs rook. Mijn zelfvaardagen zijn voorbij. Wat ben je van plan met mij te doen, Squarepants? Oh, ik heb een idee. Deze zelfrijdende auto's zijn echt klasse. Nou stopt die weer. Geen paniek, Patrick. Hier heb je een hele zak met muntjes. Dan kan je blijven varen. Help, alsjeblieft. Haal me uit elkaar. Verkoop mijn onderdelen. Bevrijd me van deze ellende. IJskoolbaan. Tja, laten we maar weer een aflevering over ijsjes doen. Welke man hier draagt een pindapak en ruikt naar klifferfriet? Wie heeft ijsjes en zingt meisjes waar je telkens van geniet? Welke leuke ijskoolman kies jij als favoriet? De wilde pindaman! Wie laat zien hoe jij... daar heb je! Neptunus in een hoortje! Oh, daar lust ik er wel een van. De gruwel! De gruwel! Sneller gaan! Help! Door al dit gedraai raak ik mijn lunch nog kwijt! Oh, yummy! Boterham! Daarmee wilde ik mijn honger stillen tot ik een ijsje kreeg! Oh, wat is er los, jongen? Die stomme ijskoopman wil me steeds maar geen ijsje geven! Dat doet me denken aan de lactoseloze dagen van het vroegere ijskoopverbod. Het was gruwelijk. De lactose-intolerantiebeweging had net de verkoop van ijs in de ban gedaan. Omdat alle ijssalonnen gesloten waren, begon ik naar ondergrondse sorbetclubs te gaan. Maar als ze je betrapten met nog maar een piepklein blikseltje ijs, gooiden ze je de bak in. En daar kreeg je alleen maar rozijnen. Zo leerde ik rozijnen lekker te vinden. Ja, in die tijd moest je iemand kennen die je via de achterdeur wat koud spul kon regelen. Hé, ik ken niemand! Mijn zusje! Wacht, ik bedoel dat ik hier nog wat ijs heb liggen. Nou ja... Oh, rozijnensmaak. Patrick, waar ben je mee? Shh, hij komt eraan. Goedemiddag.
Dag, jonge dame. Heb jij misschien zin in een ijsje? 2 chocopindapiepels. Wat die struik zegt. Zo, dat is wel heel veel ijs voor zo'n klein meisje. Oh, het is niet voor mij. Het is voor mijn grote broer. Grote broer? Oh. Ah, ja. Ijsjes! 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 Mijn pindamobiel! Kom terug! Nummer 2. Ijsjes! Ja! Dubbele chocolade softijsknallen. Geen softijsknallen! Kom eraan! Nee! Jij lust geen ijs! Je wil alleen maar krabburgers! Hey, jij daar! Dat ijsje gaat niet door mijn hoofd! Dus je had niet van high fives en ook niet van ijsjes? Ben jij wel bij geweten? Ja, ik ben absoluut en zeker zonder twijfel jouw geweten. Hey, goeie neuzen niet als er in sprookjes wordt gejokkebrokt. Nee, neuzen groeien alleen als je de waarheid verdraait. Zie je wel? Ik wil ook de waarheid verdraaien. Ik heb vanmorgen een luchtballon opgegeten. Ik heb vanmorgen juist geen luchtballon opgegeten. Ja, ik heb ook een lange neus. Neusgevecht! Lord! Sorry. Zo met deze kant. Ja, met extra veel 3-dubbel. Hier is uw som. Ik wil er nog wel eentje. Maar deze keer met ietsje minder manager. Hallo, kindertjes van alle leeftijden. Zinnetjes op elkaar voor de hipste vogel op een drumstel. Bongo de Beer. Op trompet, de enige echte oester met een toeter. Klap, klap! Hij is hip, hij is handig. 8 tentakels op 88 toetsen. Hier is Rocktapus! Dat is onze band. Een hartelijk applaus voor de Pindaschepper! En 1 en 2 en 3 en 4, breng mij wat schepijs, geen geklier. Of ik ijsper heel snel weg van hier. Kom maar mee en doe de Pindapel. Ja! Oh, 5 en 6 en 7 en 8, mijn ijs is op mijn taak volbracht. Weet jij waar ik naar smacht? Nog meer ijs, ik doe de Pindapel. 9, 10 en 11 en 12, geef mijn ijs een hele schaal. Ik eet het op wel allemaal, de buurt die spreekt van een schandaal. Doe maar mee, weet je hoe? Nee, ik word dit nooit moe. Ik wil het, ik kan het, ik doe de Pindapel. Ja. Het is uit met de pindascheppers. Ze zijn ouderwets. De kinderen willen een nieuw geluid. Een nieuw geluid? Inderdaad. Ik heb een act gevonden waar de jeugd verzot op is. Mag ik jullie voorstellen? DJ Cool Scoops. Sorry, maar de Pindascheppers is de enige muzikale robotband met ijsthema die wij leuk vinden. Patrick, geef
niet toe aan zijn verleidelijke mompoms en pup-pups. Toe, meneer de manager, vertel alstublieft waar de scheppers zijn. Spelen ze misschien in een koffiehuis? Treden ze op in de bikinibroekdoom? Gaan ze op wereldtournee? Nee, jongen. Oh, Gunst, nee. Ik heb die rammelbakken bij het grof vuil gezet. Die robots zullen nooit meer ergens spelen. Wacht even, Patrick. Ik heb een plan. Hou maar op met huilen. Ik was niet aan het huilen. Ik moest gewoon mijn oog even doortrekken. Oh, wat zei je? Wij gaan de pindascheppers weer bij elkaar brengen voor een reunieconcert. Dan herinnert iedereen zich weer hoe fantastisch ze waren. Maar we weten niet waar ze zijn. Klopt, maar we weten wel hoe ze gekomen zijn waar ze waren. Ja, voor ze naar de plek gingen waar ze nu zijn. Hey vogels, waar is Rock? Ja. Oh, die doet die mee. Wat? Ik weet niet of we dit wel kunnen zonder Rocktippus. Komt goed, wij spelen wel met jullie mee. Het wordt leuk. Ik heb een nieuw nummer geschreven. Het gaat er hard aan toe naar de intro, dus probeer het bij te houden. Mag ik nog een likje? Rocktippus, je bent er! Sorry dat ik jullie in de steek liet. Een brug zijn was niet verkeerd, maar ik ben gebouwd om muziek te maken. Hoe is het nu met de brug? Die redt zich wel. Misschien kan ik jullie daarbij helpen. Ik ben DJ Cool Scoops en ik ben een enorme pindaschepper-fan. Jam sessie? Het enige waterpark dat compleet van ijs is gemaakt. Lekker chillen en je honger stillen. In de Slagroomrivier. En race naar beneden op onze bananensplitbaan. En sluit een geweldige dag af met onze lekkerste attractie. De Omelet Siberienne. Met alle smaken die er bestaan, mam. Dit is allemaal voor jou, Patrick. 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 Water worden, Patrick. Het is showtime. Er is flink wat publiek vandaag, dus... Waarom is de vloer nat? Oh, hij heeft zijn een ijsjesdroom. Misschien stopt hij wel met kwijlen naast een ontbijtburger. Bedankt, Octina. Je gelooft nooit waar ik over heb gedroomd. Ik zag zoveel ijs en een wafelhoornboot met sprinkels en een warme chocola. Hey, we zetten de kwelkraan even uit voor vandaag, oké? Okay? Zo te zien is er absoluut iets mis met hem. Ik heb het een en ander te doen, maar ik kom snel weer terug. Jij, kapitein Sandy! Oh, en Patrick, jij bent de baas. Daar. Alles is gereed. Nou, dan gaan we maar tellen. Zullen we allebei het witte zand tellen en dan verder gaan met zwart of wil jij, Gemmer? Ik ben de baas.
baas. De baas. Tijd voor aanvang van de eerste variabele. Eén grote schaal, één kleine schaal. Precies evenveel roomijs per schaal. Gratis roomijsjes, gratis roomijsjes. Alleen vandaag het ijsje, gratis roomijsjes. Oh joh, kom mee. Jij bent de baas. Gratis roomijsjes. Alle zeesterren, gratis ijsjes. Hallo jongens, hebben jullie zin in een lekkere gratis schaaltje? Tutti frutti roomijsje. Oh, je doet niet. Een gratis ijsje, alstublieft. Uitverkocht, probeer het later nog eens. Yes, hier zie je. Jongen, jongen, die twee sukkels kregen natuurlijk wel ijs. Nou, jouw schaaltje is groter. Wil je soms ruilen? Ja. Jij hebt meer roomijs. Ik denk dat jouw ijs kleiner lijkt omdat je schaal groter is. Nou, ik wil hem weer omruilen. Er is maar één eerlijke oplossing. Wat dan? Patrick, noem jij dat eerlijk? Ik ben de baas. Ah, oh ja. Tijd voor variabele 2. Nog meer gratis roomijsjes. Noem in even grote horentjes. Hey, ik doe net de sloffen aan. Alsjeblieft. Geef maar aan mij, beste man. Oh, maar Patrick, ik... ben de baan. Eén horentje, alstublieft. Alles weg. Ja, dit is nou de tweede keer. Mag ik nu mijn hoorntje? 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 Eerst mijn voeten masseren. Oh, kom op. Wie is de baas? Oké, dat paarsaus. Hey, mijn ijsje smelt wel over je hele hand heen. Oeh, dat los ik wel op. Patrick, jij neemt nu wel hele slechte beslissingen. Houd je grote mond dicht. Ik ben de baas en jij hebt te doen wat ik zeg. Dus, tel het witte zand in die emmer. Oké, dat is goed. 1.893.600.001 miljoen. 893.600.002. 1.398.603. Klaar, dus nu nog het zwarte zand. Oeps, wat spijt me dat. Nu moet je weer opnieuw beginnen. Ja! Geniet je van je ijsje, Patrick? Ja, heel erg. Wil je daar wat sprinkels op? Hé! Hey! Jeetje, dat zag ik niet aankomen. Daar gaat niet weg voordat ik dat zeg. Sandy en Gerrit, hoe ernstig is de situatie? Oh, ik heb hier niet goed over nagedacht. Ik moet dit afblazen. Aha, ik wil mijn gaatje open. Yo. Oh. Doe de deur open. Het experiment is voorbij. Doe die deur open. Doe wat hij nu zegt. Doe die deur open. Doe hem zelf open. Nee, jij doet hem open. Nee, jij doet hem open. Oh, meneer Pavlovi, zeg tegen hem dat hij de deur open doet. Ik ben het, Sandy. Het experiment is voorbij. Maar we zijn nog niet klaar met zand tellen. Ik heb niets met dat zand. Ik wilde jullie alleen in natuurlijke staat observeren. Dus ik heb overal in huis microfoons en camera's. Camera's? Iedereen krijgt een 10+. En roomijsjes. Wat is hier aan de hand? Misschien een stomme vraag, maar is er misschien nog ijs over? Oh, jee. Sorry, alles is op. Alles is op? Stelletje varkens, niet één druppel van mij bewaard. Ja, hier zit er nog wel iets in. Nu kan het echte experiment beginnen. Kom dan, druppel in mijn mond. Deze is ook leeg. De slechte tweeling, nee, Frits Patrick. Wat ben je van plan? Oh, je weet wel. Ik dacht ik neem je identiteit over, verpest je leven. De gewone slechte tweelingdingen. Oh, dat klinkt goed. Hey, en terwijl jij daar lekker mee bezig bent, gaan we naar de Pelderpinda en nemen we het ervan. Hey.
2 ijskoeks, alsjeblieft, schepmeester. Doe maar extra goed. En een beetje van de rappen graag. Wat ga jij bestellen, neef? Oh, ik hoef niks, bedankt. Ik kom hier voor de muziek. Chocola, vanille en bitterkoekjes. Ook staan we open voor uw verzoekjes. Blijf ons verblijden met uw bezoekjes. En eet een ijsje of twee. Hey, wie doet er altijd zo mof? Wie verstoort de muziek en pakt de ijs van je hoofd? Vergeet mijn naam niet als je helpt nou hem. Mijn naam is Patrick. Patrick, dacht je dat ik dat niet zou zien of zo? Je bent verbannen van de pel de pinda. O, grote Jim. En Patrick staat op 0. Ik hoop dat je blij bent met je verbanning. Oh, dat is niet erg. Ik word hier elke week verbannen. Hey, ik zie je maandag weer, Barry. En doe de groet aan je vader, oké? Nou, dat was een flinke teleurstelling. Niet zo sip kijken, neefje. Ik heb een idee. Laten we naar de stripboekenwinkel gaan. Daar word ik altijd vrolijk van. Is aan! Mr. Magic magische goocheldoos! Oh, moet je nou zien? Een toverboek, een origineel toverstokje, oh! En de paard van Merlijn! En natuurlijk die zo felbegeerde goochelvergunning! Octo! Hij zal een showtje vast weten te waarderen! Koud frisje, zeewierchipjes light... Cool jazz. Octo, het is je gelukt. Je hebt jezelf weer in en in verpest. Nou, laat het verpesten doorgaan, vriend. Ik ga jou een vol uur verbazen met... magie! Magie? Kun jij jezelf laten verdwijnen, SpongeBob? Gekke Octo. Die dingen leer je pas als je niveau 10 bent gepasseerd. We beginnen met iets eenvoudigs als kaarttrucjes. Hier, pak deze simpele speelkaart terwijl ik hem omtover in een magische speelkaart. Kom, kijk en huiver. Oké. Stap. Dit is hopelijk zo voorbij. Dat brengt ons bij... stap 3. Jongleer een beetje. Nou is het echt moed, Mr. Magic. Alsjeblieft, nee! Pak dan de kaart en schuif hem in je oor. Maar ik hou niet van pistache-ijs. Maar je wilde toch pistache? Zeg Hocus Pocus Pilatus pistache-ijs. Octo, ik heb je met een simpel kaarttrucje in een ijsje veranderd. Dus... ik ben nu een echte tovenaar! Maar hoe maak ik van jou nu weer een Octo, hè? Presto! Nee, eens kijken. Ah, aha! Alakazam! Ah. Abacadabra! Ah. Foekeli doekeli! Obra cobra! Nee, sesam open nu! Ah. Word o snello weer al Octo Duo! Oh, wat spijt me dit, Octo. Ik heb je veranderd in een ierzoet kinderijsje. En ik kan je niet meer terechtoveren. Stil maar, Octo. Je hoeft niet te huilen. Ik beloof je een zo normaal mogelijk leven, ondanks het feit dat je eetbaar bent.
Hey mam, alles oké? Okay? Hey mam, alles nog oké? Okay? Hi! Hey Okto, ik heb iets leuks voor je. Iemand om je een beetje warm te houden in die ijskoude vriezer. Oudjes lief. Ik beloof mijn vriend Octopistars voor altijd te beschermen. Hi SpongeBob, wat ben je aan het doen? Ik heb Octo in een pistachijsje veranderd. Wat naar joh. Zo tragisch. Arme Octo. Het was mijn schuil. Zei je nou pistachijsje? Ja, in een Italiaanse lekkernij. In een krokant koekhorentje. Oh, heel waar. Patrick, niet aan Octo likken. Oh, sorry. Patrick! Hij is zo lekker! Oh! Oh, Patrick, begrijp je het niet? Dit is dus geen alledaags kinderijsje. Het is toch pistacheijs? Nee! Het is Octo! En ik heb hem een zo goed als normaal leven gegarandeerd, ondanks zijn tragische bevroren staat van zee. Ik wil 1... 2 graag. Bedankt. 1 graag. Sorry hoor. 1 graag. Sorry knul, uitverkocht. Ah, aan de mondjes. Plankton, wat doe jij hier nou? Waarom moet je huilen? Oh, IJsponsbob. Ik huil omdat hier 2 ijshoorntjes staan. En ik er maar 1 wil. Wat moet ik nou met die anderen doen? Ik wil er wel één voor jou opeten. SpongeBob, wil jij dat voor mij doen? Ja. SpongeBob? SpongeBob! Ja? Is het niet geweldig om iets te krijgen? Zoals bijvoorbeeld zo'n lekker ijsje? Met wat training kun je alles krijgen wat je maar wilt. Training? Ja, je moet leren assertief te zijn. En ik weet wel hoe. Assertief, hè? Precies. Alles wat ik wil. Klinkt goed! Geweldig! SpongeBob, schop die gozer van je af! Assertiviteitsles nummer 1. Zeg hem dat hij weggaat. Het spijt me, heer, maar u zit op mijn lichaam en dat is tevens mijn gezicht. Nee, nee, wees assertief. Biep, biep. Niet zo, sukkel. SpongeBob, een gemiste kans. Je moet agressief zijn als je bepaalde dingen wilt. Je bent een soft. Maar ik ben een spons. Is niet waar. Die gozer daar eet jouw ijsje op. Wil je die niet terug? Ijsje? Hey, Lange. Mijn vriend wil jou iets zeggen. Wat? Wie zei dat? Was jij dat? Wees een vent, SpongeBob. Was hem de oren. Dat is mijn ijshoorntje. Ja, maar hij heeft hem. Hij mag hem hebben. Bedankt. Nee! Ik zal het 1 keer voordoen. Hé, hey, lange darm! Ja, jij! Kom eens even hier. Geef dat ijsje aan mij, of je zult de rest van je leven pijn hebben in al je ledematen! Hé, die gozer moet huilen! Ja, tranen van vreugde! Hij is blij dat jij assertief bent! Ja! Zo mooi kan het leven dus zijn! Als je een rotzak bent! Net heette het nog assertief. Dat is ook goed. Nou, ik heb weer een ijsje, dus ik vind het fantastisch!
iedereen van het strand gejaagd. Uitstekend. Je zei niet dat ze weg zouden gaan. Oeps. Mega-emmer. Wat gemeen. Je hebt me gebruikt. Wat onaardig. Heb je niet in de gaten, SpongeBob? Met aardig zijn verlies je. Met agressie verover je de wereld. En wat als je agressief aardig bent? Huh? Wat doe je nou? Wacht! SpongeBob, stop! Hallo, Leendert. Ik kom net uit de duivelse vuist. Wat een kick. Ah, oh, ruik eens. De geur van adrenaline. Dat ruikt mannelijk, Leendert. SpongeBob, ik krijg bij jou beslist geen adrenaline. Ben je nog niet geweest? Ik moet je iets bekennen, Leen. We zijn nog niet geweest vanwege de honger. Ik heb zo'n honger. Kom mee, Patrick. Jij en ik, vriend. Ik moet ook eten. Zou het dan soms geen adrenaline zijn? Nog wat? Nee, dank je, Patrick. Er zit wat ijs in je wenkbrauwen. Ja, ik had ook citroensmaak moeten nemen. Ik ben zo terug. Schiet wel op. Ik wil er zo in. Wat is er toch, SpongeBob? Overheerlijk smeltend ijsje. Ik weet niet wat te doen. SpongeBob is je beste vriend. Laat hem niet in de steek. Dat klopt, maar die achtbaan is nogal eng. Weet je wat eng is? Ik zal je laten zien wat eng is. Au, 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 au. Doet pijn, hè? Doet pijn, hè? Gewoon een achtbaan. Waar ben je nou zo bang voor? Je durft het best. Oh, je durft niet. Jij bent een zielepietje. Oh ja? Ik wil jou hier niet meer zien, Engert. Au, kap nou, au, kap nou, au, kap nou, au, kap nou. SpongeBob, ik moet je iets vertellen. Ik moet jou ook iets vertellen, Patrick. Dames en heren, Hans Groenpark gaat over 5 minuten sluiten. 5 minuten? Waar sta jij naar te kijken? Waarschuwing! De rit veroorzaakt soms huilbuien, paniekaanvallen, ernstige misselijkheid, verlammingsverschijnselen, rugpijn, maagzuurophopingen en explosieve diarree! Is dat alles? Nou en? Dat heb ik allemaal al de hele week! Laatste rit van de duivelse vuist! Nou, dan gaan we, Pet! Je hebt... Dit is zover! De duivelse vuist! Ik kom eraan. Zitten we dan? Ja! Houd te allen tijden armen en benen binnenboord. Klaar. Wilt u zo vriendelijk zijn om deze aansprakelijkheidsoverdracht nog even te tekenen? Nou, sterkte dan maar. Start over 10. Toch wel leuk, Patrick. 9. 8, waar gaan we? 7, 6. Wij zijn geen zielepietjes. 5, 4. We zijn juist dapper. 3, 2. Helden! We hebben te maken met een tijdelijke technische storing. Ah, die goedkope troep gaat om de havenklap stuk. Hey, sorry boys. Volgende keer beter. Patrick, ik moet je iets bekennen. Ik deed het in mijn broek voor deze achtbaan. Ik ook. Ik wilde niks zeggen, want ik wilde jouw mooie dag niet verpesten. En ik was zo bang om jou teleur te stellen. We hoeven die angst niet meer onder ogen te zien. De achtbaan is kapoeris. Ja. Oh, mooi. Hij kan. Sterkte. Patrick, ik wil mijn angst niet onder ogen zien. Ik ben bang voor angst. Vaarwel, Patrick. Vaarwel, SpongeBob. Ah! 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 Ah!
zitten tot het wagentje volledig tot stilstand is gekomen. En wilt u stoppen met janken? Het is voorbij. U mag uitstappen. Het is ons gelukt! We hebben onze angst overwonnen! Hij hield op met janken! We hebben de tijd van de vijfst overleefd! Heren, wacht even. Jullie laten wat liggen. Onze ruggengraat! Ja! Ik wil het nog een keer! Doe me! Zij weer verrassing! En ook... ingezeept koraal! En ook walvissenmest. Dat is op. Alles is overigens op. Ik krijg dan 86 euro van meneer. Zullen we eerlijk ruilen? Eerlijk betalen, anders bel ik de politie. U weigert mijn ruilhandel? Maak dan kennis met mijn hand! Ik voel me niet zo lekker. Aha, gaan we uit de fooiepot lopen pikken? Oeh, ijsje! Oh, kom op, Patrick, ik heb hier geen tijd voor! Ja, vier bollen. Patrick, je vergeet dat ik naar school moet! Hé, doe toch niet zo moeilijk! Hier, ik trakteer je wel. Gefeliciteerd! Knul, je bent mijn 100ste klant. Vanaf nu mag je ten alle tijde zoveel ijs eten als je maar wilt. Wauw! De grote stad! Hier ga ik mijn fortuin maken! In die dagen was alles in de stad eigendom van die schurk van een Deadeye. Joehoe! Alles ziet er hier even cool en indrukwekkend uit. Annemantjes, ze hebben hier zelfs een heuse ijssalon. Schept u mij maar een koekhoorntje vol, meneer. Jij bent nieuw hier volgens mij. Klopt, ik stap net uit de trein. Stommeling. Twee graag. Eén voor mij en één voor mijn beste vriend Patrick. Oh, geef je hem aan je grootmoeder. Fijn. Alsjeblieft. Ja, de ijsjes kosten maar €3,50. Oh, laat maar joh. Ik weet gewoon niet meer wat ik moet doen met mijn geld. Mijn ex-vrouw zat er toch naast. Ik zit wel in de juiste branche. Mag ik een hoornje met 3 bolletjes? Extra nootjes. Ja, dat is dan 2,89. Zeg, Bert, heb jij een euro voor me te leen? Oh, even kijken. Nee, helaas, Bill, sorry. Weet je, ik heb wel altijd geld bij me als jij wat wilt lenen. Ja, het spijt me echt. Zitten de heren even krap bij kas? Ik kan helpen. Alsjeblieft. Wauw, dat is te veel. Ik vroeg een euro. Jo, pak aan. Ik heb toch al een ijsje. Kijk. Oké, dank je. Tuurlijk. Wil jij ook wat, Bert? Oké. Sorry, mag ik ook wat? Oh, je wilt ook een ijsje kopen? Nee, ik ben allergisch, maar ik vind je wel heel aardig. Afgesproken. Ik wil best bevriend zijn met deze man. Ik ook. Ik ook. Ik ook.